there. Dan gaan we gewoon door, hè? Oliebollen jeugd. Die zit erbij, Hans. Helemaal leuk. Het ziet er goed uit. Dank het wel. We zijn er klaar voor. Zo is mijn net. Laat ze maar komen. Zo is mijn net. Balma Sport staat er goed op. En ze zijn al bezig met badminton. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Ten eerste wil ik graag bij de leider van de feestcommissie iedereen hartelijk welkom. Wij onderbreken het programma even voor een korte demonstratiewedstrijd van ongeveer 10 minuten. En dat zal zijn de heren dubbel webtom van Tom de Geest met Marcel Fout tegen Martin Voskuilen en Pieter van Gels. Vragen om u. Maar verder gaat het niet.
beenspier. Nu al. Ik wil vragen of iedereen die nu nog aan het badminton is, even een plaatsje wil zoeken in de zaal, zodat deze wedstrijd bekeken kan worden. Ik ga jullie eerst even voorstellen. Aan mijn linkerkant en jullie rechterkant. Tom de Geest, Marcel Fout. Aan de rechterkant Martin Voskuilen en Pieter van Tils. Mannendubbel. Badminton is een spel dat gespeeld wordt tegenwoordig volgens het rallycoursysteem. Om het voor jullie een beetje inzichtelijk te houden, hebben we een teller in de baan gezet. Paulien. Zij gaat deze wedstrijd met een goede baan leiden als het goed is. Ja. Het heeft er heel veel zin in. Oké. Tom serveert. Wat opvalt is, er wordt geserveerd bij badminton. Een fout gemaakt. Zolang er punten gescoord worden, blijft de serverende partij gewoon serveren. Nou, nu scoort dus de andere kant een punt en dat betekent gelijk dat de service overgaat. Waardoor onze oudste diende gaat serveren. En hij scoort nu een punt. Aan de achterkant staat nu Pieter. Ze staan in een aanvallende positie, ze staan voor achter. Pieter heeft onlangs overigens nog gespeeld in een eredivisie-wedstrijd bij BV Almere. Jullie herkennen hem allemaal uiteraard. Niet? De overige spelers die dromen daar nog steeds van om in een eredivisie-wedstrijd mee te spelen. Kritisch op de shuttle, ze wordt meteen van shuttle gewisseld. En ze gaan door met serveren. Ze staan weer voor achter, dat betekent dat ze in een aanvallende positie staan. Nu gaan ze de shuttle omhoog slaan, dat betekent dat ze meteen positie kiezen naast elkaar. Dat is vrij lastig te zien. Zodra de spelers aan het verdedigen zijn, staan ze naast elkaar om het hele veld goed te kunnen bestrijken. Zodra de spelers aanvallen, staan ze voor elkaar. Ik denk dat de spelers goed kunnen laten zien hoe dat er in de praktijk uitziet. Nu staan ze te verdedigen. Martin was net al laat. Net te laat hoor. Spelers blijven aanvallen. Nu staan ze weer te verdedigen. Heel soepel zoals je ziet. Als er een punt gescoord wordt, mag de beste klap worden hoor, mensen. Je ziet Benton is een hele snelle sportspeler bij de punten in de week. Dat kan hard, hè, dat applaus. De spelers blijven de hele tijd goed in beweging. Nu wordt er een fout gemaakt en dat komt omdat de voorste speler de shuttle aanraakt. En dat gaat niet over het net. Schitterende bal in het midden.
Nou, vraag naar zijn dvd'tjes, want hij kan die dvd opzetten. Die ligt ook daar. Nee, dat komt. Nee, ik vind het gewoon niet.